mooie herfstdag. Ik sta hier voor het enige museum wat onze gemeente Drimmelen rijk is. Het Hoge Zwaluwse Museum Zwaluws Erfgoed. En daar is op dit moment een hele bijzondere expositie over onze vorst, over onze koning en eerder gewezen prinsessen en koninginnen. Binnen staat op mij te wachten de voorzitter van de heemkundekring Willem Snikkeringen. En dat is namelijk Rien van der Veeken en hij gaat ons het een en ander vertellen. Gaat u mee naar binnen? Ik sta hiernaast Rien van der Veeken, voorzitter van de heemkundekring Willem Snikkeringen. Klopt dat, Rien? Ja, klopt helemaal, ja. Ja, prima. En jullie hebben hier een hele bijzondere expositie. Neem ons eens mee langs die mooie tafels. Doen we graag. Ja. Gaan we? Als ik dan hier kijk, hele mooie spullen. Hoe komen jullie eraan? Alle spullen die wij hier hebben in ons hele museum zijn voor 99% geschonken. Sinds 1985, 10 oktober 1985. En sinds 1997 hebben we dit prachtige raadhuis, oude raadhuis, in huur gekregen van de gemeente. In Hoge Zwaluwe. Nou, als ik nou zo eens kijk, dan zie ik daar bijvoorbeeld een heel mooi blikje, bordje. Kun je daar wat over vertellen? Dat mooie blikje daar. Dit bedoel je? Die of die? Dit bordje is ter gelegenheid van, van de geboorte van prinses Beatrix, 31 januari 1938. En dat hebben we mooi in een houten voetje gezet, zodat het mooi blijft staan. En dat mooie blikje daarvoor, want dat integreert me. Dit is een tegeltje, dit is geen blikje, dit is een tegeltje. Het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1898. En dat zijn echt allemaal dingen die mensen dus schenken aan jullie? Ja meestal van mensen die komen te overlijden en de erfgenamen weten niet wat ze mee aan moeten. En dan komt het bij ons terecht. En dan... Waarom nu specifiek deze expositie? Deze expositie is specifiek omdat ieder jaar wordt er een maand van de geschiedenis georganiseerd, landelijk. En dit jaar is het thema vorst en volk. En de maand oktober is dan deze maand en we hebben gemeente om al onze spullen over het Koningshuis eens een keer tentoon te stellen. Ook omdat koning Willem-Alexander, sorry, die is heer van Zwaluwe. Hij is heer van Zwaluwe, hoe komt hij daaraan? Door vererving in 1513 zijn de goederen van Jan van Dalem, die toenmalige heer van Zwaluwe was, zijn verbeurd verklaard omdat hij een moord zou hebben gepleegd op een van zijn medemensen. En, dus zijn goederen zijn verbeurd verklaard en in 1318 zijn die goederen weer teruggeschonken op verzoek van Karel de Vijfde en zijn ze ten goede gekomen aan Hendrik, graaf van Nassau. Ik zie hier een hele collectie mooie bladen liggen, hele moderne en wat oudere. Kun je er eentje voor ons uithalen alsjeblieft? Jazeker. Een album vol prinsesjes. Van... Oh, dat is ook nog in mijn plakboek. Van Margriet. Ja, er zijn vele mensen die hebben die plakboeken geschonken en de bladen ook geschonken. Allemaal. Kijk nou een mooie foto van Willem-Alexander. Ja. Mooie foto's van Willem-Alexander. De verloving van prinses Juliana. Ja, nou is het makkelijk om te zeggen, hè? Prinses Juliana. Ja, ja. Dat is wel een heel uniek zo. Oh, kijk eens. Met een foto van de jonge prins Bernhard. Het leven geïllustreerd. Even terug naar het koningshuis. Ik zie daar aan de wand, recht voor me, een hele stamboom hangen. En ik hoorde jou net tegen een bezoekster zeggen, ja, de kerk van Breda. Ja, dat klopt. Die stamboom die heb ik een aantal maanden gekocht in de Grote Kerk van Breda. Daar was een expositie over de Nassau's. En ja, ik vond dat die wel hierbij zou passen. Dat was al de bedoeling dat we dit zouden doen. Dus... Is het een bijzonder object, stuk? Het is de mooiste stamboom tot de laatste lood prinses Amalia. Rien, als ik nou omhoog kijk, het is een beetje herfstweer, maar dan zie ik toch hele bijzondere ramen. Is me nooit opgevallen. Dat klopt, er zijn zes gebrandschilderde glas- en loodramen hier met de wapens van diverse koninklijke leden en de wapens van Hoge Lage Zwaluwe, Brabant en Nederland. Hier zie je onder andere het wapen van zijn koninklijke hoogheid Prins Hendrik en daarnaast haar majesteit koningin Emma. En ietsje verderop zelfs van? Daar staat zelfs een wapen van prinses Juliana. Nou dan, ja,
een stuk historie. Eigenlijk schande dat ik er altijd langs rij en me helemaal niet realiseer totdat ik aan de binnenkant kijk. Ik hoop dat meer mensen vinden en dat er meer mensen binnen zullen komen. Nou, mag niet verdwijnen. Nee, vind ik ook niet. Nee, zeker niet. Streven we naar. Fotobezoeken. Ja, lopen we even naar die tafel toe? Prima. We hebben hier een aantal fotoboeken liggen met de koninklijke bezoeken. Onder andere in 1986 is Prins Klaus hier geweest met de opening van de kerk hiernaast. En er is een fotoboek van gemaakt. Er is ook een eeuwfeest geweest. Okay. Glazen, potjes. Er zijn wat, heel boel. Heel veel blikjes, koektrommeltjes, pepermunt, Wilhelmina pepermunt staan er een aantal doosjes bij. Dat is een hele bijzondere. Ja, ter gelegenheid van het huwelijk van Willem-Alexander. Ja, ik heb hem ook aan moeten schaffen. Mijn kleinkind die zei, mama, je moet het koekjestrommel halen. Ja, ja. Dus ook... En ik zie daar bekers, dat verzamelde vroeger meer. Zullen we die even terugzetten? Bekers met ook afbeelding van het koninklijk huis. Juliana, Beatrix. Kun je er een pakken? Jazeker. Ik heb er hier een ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van prinses Beatrix. Of koningin Beatrix. Is er al een beker van de huidige koning? Oh ja, jawel. Ja, ja dan. Ja, staat er wel in bij. Hebben jullie al veel bezoekers gekregen? We hebben een aantal bezoekers gekregen. Niet zoveel als we dachten. Ja, dus even voor de duidelijkheid. Deze raadzaal waar we nu zijn is alleen maar over het vorstenhuis. Want het museum zelf heeft natuurlijk nog veel meer andere dingen. Ja, we hebben 3 verdiepingen vol met spullen van Hoge Lage Zwaluwe. Heel veel spullen die we ook in bruikleen hebben. En die zijn we nu verliefdelijk aan het teruggeven aan de mensen. Omdat wij waarschijnlijk het pand gedeeltelijk maar in huur kunnen krijgen van de gemeente. Ja, dat is veel besproken onderwerp. Ja. Maar goed, laten we het beste ervan hopen. Hoe vaak zijn jullie open eigenlijk? We zijn de maanden... Even kijken, maart tot en met oktober zijn wij iedere tweede zaterdagmiddag van de maand open. En ook de woensdagmiddagen zijn we open. En de maand november, december, januari, februari officieel gesloten. Behalve op verzoek van groepen. Als er telefoontjes komen van we willen graag een bezoek brengen aan het museum. Dan regelen wij wat mensen die de rondleiding kunnen geven. En zo gaat dat. Ja, want je kan er zelfs trouwen, hè? Klopt. Ja, wordt steeds minder gedaan. In het begin hadden we 15 of 16 huwelijken in de raadzaal hier. En dit jaar zijn er maar 3 of 4, geloof ik. Die is maar €2,50, wat ook een ondersteuning is. Ja, het komt weer ten goede van onze kas. We hebben een website. En op de website heet www.willemsnikriemen.nl. Gaan we ook onder. Rien, mag ik je heel hartelijk bedanken. Jij niet alleen, maar ook alle medewerkers die vrijwillig hier dat mooi in stand houden en open houden. En ik wens jullie heel veel meer bezoekers. En laten we hopen dat het museum blijft bestaan. Ik hoop het ook. We hebben goede hoop. Er zijn gesprekken met de gemeente en de stichting bezig. En met Brabants Monumentenfonds. Dus dankjewel.